Hallo allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag neem ik jullie een dagje mee in mijn leven, dus wat ik vandaag allemaal ga doen. Ik heb zo net een papier afgedrukt voor mijn boeken, want ik ga die zo meteen inleveren. En dan ga ik gewoon het centrum in, want ik heb wat leuke spulletjes gezien, dus die wil ik zeker kopen. En de solden beginnen pas zondag of zaterdag, die beginnen dit weekend. Dus ik ga geen kleren kopen, maar ik heb wel andere leuke spulletjes gezien die ik ga kopen. Dus ik neem jullie vandaag helemaal mee. Dus zijn jullie benieuwd naar deze vlog? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Ik heb even al mijn 6 boeken erbij gehaald die ik moet inleveren. Maar ik moet nog eerst even dat kafpapier rond uithalen. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb lint erbij gehaald, want dan ga ik dat zo samenbinden. Dat dat zo een boeket is. Dus ik denk dat ik het grootste handboek van onder ga leggen en dan zo ga opstapelen. Voilà. En dan leg ik dit papier hier bovenop en ik denk met de barcode dit papier van boven. Maar ik moet nog even kijken naar de codes of die overeenkomen. Normaal wel. Als ik me niet vergis. Ja, alles klopt. Dus dan ga ik hem bij elkaar binden als het wil blijven zitten. Het is echt zwaar. Al die handboeken. Dit papier komt van boven dan. Ik ga dat zo dubbel vouwen. Zo, voilà. En dan een touwtje erdoor. En dan ga ik dat hier knippen. En dan een strikje erin maken of een knopje. Voilà, dit is mijn boeket. En dan is het al klaar en dan ga ik dat zo meteen inleveren. Ik ben terug thuis van mijn boeken inleveren en te gaan shoppen. Ik ga zelfs alles laten zien wat ik heb gekocht. Maar eerst ga ik even middag eten, want ik heb net worstelbroodjes gehaald. Dus die ga ik opwarmen en dan ga ik die eten. En dan komen er nu wat beelden van de winkels. Ik heb niet super veel beelden gemaakt, want het was best wel druk. Maar dit zijn de beelden die ik heb gemaakt. Ik ga nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht en ik heb hier 2 zakken vol. Als ik de prijs nog uit mijn hoofd weet, dan komen hier in beeld en dan vertel ik die. Anders zou ik echt niet weten hoeveel ik heb betaald. En dan moet ik allemaal kijken in dat bonnetje. En daar heb ik niet zoveel goesting in. Maar allereerst heb ik dus dit gekocht, dit kruidvat. Maar ik heb het gevoel dat het helemaal door elkaar is gegaan. Namelijk deze Make Beauty Fun Box uit kruidvat. Die kost 20 euro. En die heeft volgens mij een waarde van 45,30 euro. Want er staat 45 euro. En 30 cent doorgestreept. Dus ik ga die zo meteen open doen. Maar ik ben echt bang dat die door elkaar is. Dat alles door elkaar zit. Dan als volgende. Ja, hier zijn alle bonnetjes. Dan als volgende ben ik naar de H&M geweest. Want er waren al solden. Ik dacht dat ze pas dit weekend zouden beginnen. Maar er waren dus al solden. En er lagen echt hele mooie dingetjes. Voor echt zomaar 2 euro of 1 euro. Alleen dat was echt niet meer in mijn maat. Dus dat was echt jammer. Als ik aanbeelden heb van deze kleren, dan komen die ook in beeld. Of ja, ik ga wel zorgen voor aanbeelden. Allereerst heb ik dit topje. En ik heb eigenlijk ook geen flauw idee of dit mij gaat passen. Want ik had al 7 kledingstukken gepast waarvan maar 1 echt paste en die mooi was. Want er waren wel mooie kledingstukken tussen, maar dat paste niet. Ofwel was het te groot ofwel was het te klein. Dus ik heb dit topje, maar ik heb die niet kunnen passen. Omdat ik voor dit topje niet nog eens in de rij wilde gaan staan. Want de rij was best wel lang. Dus ik heb het topje en ik hoop dat het past. Hier is het aanbeeld van het topje. Dit is de enige foto die ik had. Ik vind het topje super mooi. De kleur is echt prachtig. Alleen de bandjes zitten wat losjes en je kan die niet verstellen. Dus dat is wel een beetje jammer. Dan heb ik een heel mooi kleedje. Echt heel mooi. En dat topje kostte 5 euro. Dan dit paarse kleedje. En die is echt heel prachtig. Die is zo glittertjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Die glittertjes en het kleedje kostte
Even kijken. Deze kostte 7 euro. Dus 6,99, 7 euro. En normaal kost die 10 euro. Maar die is zo mooi. En die was dus wel nog in mijn maat. Ja, de topje is niet in mijn maat. Dus ik hoop dat die past. Over het paarse kleedje, ik vind het een heel leuk kleedje. Alleen de stof kriebelt zo wel een beetje, dus dat is wel jammer. En ik zou het eigenlijk ook alleen maar aandoen naar feestjes. En voor de rest, ja, ik zou het niet echt in mijn dagelijks leven dragen, denk ik. Maar we zullen het zien. Dan heb ik hier ook ergens doorzichtige nagellak in zitten. Hier, uit de HEMA. Die kostte 3,60. Ik heb dit gewoon nodig voor mijn sieraden. Zo van die waxkort sieraden, zo ook de uiteindes. Dan doe ik daar zo doorzichtige nagellak op, want dan gaat die knoop minder snel los. Of dan gaat het gewoon niet los. Dus dat zat er in dit zakje. Hier zit nog mijn golfje en mijn zonnebril, maar dat is niet zo belangrijk. Dan heb ik ook nog iets uit de HEMA, namelijk dit kafpapier. En die is echt heel mooi. Ik had ook nog andere leuke dingen gezien in de HEMA, zoals een planner. En die was echt super mooi. Maar ja, die was een beetje duur. Ik vond het echt heel duur voor wat het was. Dat kostte 10 euro. En dat was dan zo'n weekplanner. En dan had ik nog iets anders gezien voor op uw bureau. En dat kostte 7,5 euro. En die vond ik wel mooi. En heel handig. Maar ik weet niet of de kleuren echt of dat echt bij mij past. Dat was zo tigerprint. En dit is dan zo marmerachtig. Dus dat vond ik al niet bij elkaar passen. En die kostte 7,5 euro. Die was al heel leuk. Maar toen was ik ook nog in de Action gaan kijken of ze daar nog wat leuks hadden. Van schoolspullen, maar dat hadden ze nog niet. Dus ik kan nog even afwachten. Want soms hebben ze ook in de Action voor goedkoper. Maar ik heb dus uit de HEMA deze marmeren inpakpapier. Of ja, kafpapier. En deze rol kostte 1 euro uit de HEMA. Dan heb ik uit de Action 2 teabagsen, want ze hadden die eindelijk terug. Die zijn heel lang uitverkocht geweest. Een pak met 3 kinderbueno's. En ik heb er al eentje uitgegeten, want ik had honger. En die teabagsen kosten 89 cent. En deze kinderbueno's, die kosten 2,16 euro of zoiets. En echt heel goedkoop eigenlijk. Want ik had er ooit zo gekocht in de Albert Heijn, maar zo één ding. En dat kostte toen al 1,5 euro of zo. Dus toen ik dit zag, dacht ik, ik moet het meepakken. Dan heb ik zo van die Borien strips. Echt heel leuk. Of ja, ik gebruik dat ook best wel vaak. Of ja, toch één keer in de week. En dat helpt echt wel. Dus deze Borien strips. En die kosten 1 euro. Dan 2 bakjes voor sieradenspullen, et cetera. Deze kosten 89 cent per stuk. En daar zit dan een bakje bij. En een deksel. En dan als laatste heb ik dit hele leuke groenig, groen-blauwig notitieboekje. En die ga ik gebruiken voor mijn sieradenaccount. Hier ga ik alle uitgaven opschrijven, want ik heb ook al een boekje voor al mijn bestellingen. Maar voor mijn uitgaven is dat boekje ben ik gewoon kwijt. Dus het is gewoon een heel makkelijk notitieschriftje. En ja, dat is alles. Maar dan ga ik nu die box beter laten zien van de kruidvat. Ik ga dus nu laten zien wat er allemaal in zit. En zoals je kan horen, zit er veel in. Dus dit is de box. En ik zal straks ook eens opzoeken wat de exacte waarde is. Maar ik denk dus dat dit de exacte waarde is. Dus 45,30 euro. Ik denk dat dat de waarde is. Maar ik ga hem even open doen. Want ik ben nu echt wel heel nieuwsgierig. En ik kwam het ook tegen op mijn TikTok-account. Dus toen dacht ik van, dit moet ik kopen. De doos is open en het ruikt wel lekker. En hier zie je vloeipapier, roze vloeipapier. En ik ga dat even aan de zijkant doen. Oh my god, dat ziet er keileuk uit. Zo ziet de box er van binnen uit en ik ga nu alles één voor één aan jullie laten zien. Oké. Als eerste zie ik wimpers, van die nepwimpers. Die zal ik waarschijnlijk ook nooit gaan dragen. Maar ja, die zijn wel leuk. En hier zit ook zo wimpergel in. Ik bedoel wimperlijm. Zodat je dat kan opplakken, maar ik draag geen nepwimpers. Dus dit is al niks voor mij. Maar ik wil het echt gewoon om de make-up. Dan zie ik ook een pakje met nepnagels. En ik draag eigenlijk ook geen nepnagels.
Maar ze zijn wel heel schattig. Een nagelveil. Die ga ik waarschijnlijk wel gebruiken. Ik zie hier ook een hydraterende gel voor onder de ogen. Voor de rest ga ik wel alles gebruiken. Buiten gewoon die nepimpers en dan nepnagels. Dit wil ik echt wel goed. Hier ben ik echt wel benieuwd naar of dit echt werkt. En zien er echt heel leuk uit. Dan zie ik hier hele schattige nagelstickertjes met van die bloemetjes erop. Echt mega schattig. Een bronzer. Dit is eigenlijk een heel groot doosje voor bronzer. Kijk, iets was mooi. Dit is een doosje met bronzer. Dan oogschaduw. En dit is eigenlijk een prachtige kleur. Glitterend, roosachtig. Wat zie ik hier? Eyebrow gel. Dit is gel voor op uw wenkbrauwen normaal gezien. Nog nooit van gehoord eigenlijk. Dat er in een potje zit. Bedoel ik dan. Dan heb ik hier twee potloden. Dit is een oogpotlood en een eyeliner. En deze is waterproof. En dit... Er staat op langdurig, dus... Er staat niet op dat het waterproof is, maar dat hij lang blijft zitten. En die is zwart. En... Is dit ook zwart? Dit is roze. Dus een roze oogpotlood. En dit is een zwarte eyeliner. Volgens mij is dat gewoon hetzelfde. Als ik me niet vergis, dan een andere kleur. Twee gel nagellakjes. En voor de rest zijn er nog mascara's en lipglossjes en lippenbalsems. Ik heb deze twee kleuren. Het is allebei gel nagellak, dus een mooie rode. En een mooi pastel, blauwe, groenig-achtig iets. Heel schattig. Dan een mascara. Deze. Ik ga er even naar kijken. Oh, dat is een kei mooi borsteltje. Ja, die ga ik ook zeker gebruiken. Deze is volgens mij niet waterproof. Nee, staat er ook niet op. Dan wel een waterproof mascara. En die heb ik ook. Met een andere kleur van doosje. Dan is dat donkerblauw. Oh, dit is wel een mooi borsteltje. Ja, super, super leuk. En dan... Oké, dat was niet de bedoeling, maar ik heb die grond gevallen. Dan heb ik hier een concealer. Oei, nee, dus wacht, hier. Dit is een concealer. Ik had net het dingetje er al afgehaald. Het labeltje. Maar dus dit is een concealer. Alleen dit ga ik waarschijnlijk nooit in mijn leven gebruiken. Want dit draag ik niet. Dan hier heb ik een... Wat is dit? Een lipbalm. Maar hier hangt ook weer zo... Een dingetje op. Hoe noemt je dit? Ik kan er echt niet op komen. En... Oké, ja, zo gaat het ook wel. Die ruikt naar kers. Die ruikt echt heel lekker, die ruikt naar kers. Er staat geen geur op. Maar dit is een lippenbalsem. Lichtroze, echt een heel mooie kleur. Dan heb ik hier nog een lipstift. Eens kijken wat erop staat. Staat in het Nederlands op. Dit is een matte lippenstift. Lipstick staat erop. Haal het eraf af. Oh,
Oh, dit is mooi. Die ruikt ook echt heel lekker. En een framboos of zo. Kijk hoe mooi dat die is. Die is echt heel mooi. Super lekker. Het is een Hydra Matte Lippenstift. Echt heel zo lekker. Dan heb ik hier nog een lipstift. En dit is een Electric Glow Lipstift. Oh, dat is zo'n lipstift dat van kleur verandert. Kijk cool. Je hangt weer zo'n stom ding. Etiket volgens mij. Nee, het is geen etiket. Ik weet niet hoe je dit noemt. Zo deze dingetjes. Maar ik haal het er gewoon even af. Dus die verandert van kleur. Die is zo glitterig. Ik zal iets opdoen. Wordt rood als je die opdoet. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar die is rood. Zo licht rood. Dan heb je twee lipglossjes. Dit is een lipgloss. Plumping Nude. Dat is zo een lipgloss. Even kijken. Dit is gewoon zo'n lipgloss. Zonder glittertjes. En die andere heeft wel glitters. Dit is Shine 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 Wet Look Lipgloss. Kijken. Oh, die is echt heel mooi. Glittert. Oh, hier ben ik echt super super blij mee. Dus dit is echt die 20 euro waard. Geloof me. Je moet het echt kopen als je naar Kruidvat bent. Ik was de video helemaal vergeten af te sluiten, maar ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!